Met de beëdiging van de advocaten Raman Sankram Singh, Moni Babulal en Theresia Roos is het Hof van Justitie 3 advocaten rijker. Ze werden beëdigd door waarnemend hofpresident Iwan Rasul Baks. De beëdigingsceremonie vond plaats tijdens een openbare zitting in het gerechtsgebouw Civiele Zaken aan de Grote Kombiweg. Rasul Baks drukte de pas beëdigde advocaten op het hart dat zij bij het uitoefenen van hun ambt goed, eerlijk, deskundig en met eerbied voor de gerechtelijke autoriteit te werk moeten gaan. Dwaalt u daarbij niet af van het recht en het rechtssysteem? Maakt u geen manoeuvres. Op het moment dat u een manoeuvre gaat maken, doe het wel overwogen en bewust en verantwoord het. Dwaalt u dus niet af, maar lever een bijdrage tot verdere ontwikkeling van het rechtssysteem en het Surinaams recht. Uw beëdiging heden als advocaat bij het Hof van Justitie is de bekroning op uw inzet. Procureur-generaal Roy Bajnat Pandey is van oordeel dat permanente scholing zich houden aan de beginselen van goede procesorde en arbeiden met de nodige integriteit kan resulteren in kwaliteitswerk. Maar, zegt hij, de orde van advocaten zal de nodige toezicht moeten houden. Correcte informatieverschaffing aan cliënten, als ook het leveren van kwaliteitswerk bij de behartiging van de belangen van cliënten, zullen ertoe bijdragen dat rechtszoekenden minder moeite zullen hebben om advocaten blindelings te vertrouwen. Advocaten, heb ik net gezegd, zullen zich steeds, net als het Openbaar Ministerie, en ik weet ook dat u, heer president, en de leden van het Hof, dat ook tot uiting brengen, zich permanent dienen te onderwijzen, educatie tot zich nemen, omdat er elke keer opnieuw zich nieuwe zaken voordoen die van belang kunnen zijn voor de uiteindelijke oordeelsvorming. En dat het van belang is om de theoretische bagage te hebben om ook cliënten op een concrete en correcte wijze te kunnen informeren. Procureur-generaal Roy Bajnat Pandey vanmorgen tijdens de beëdiging van de advocaten Raman, Babulal en Roos. Met de beëdiging van deze advocaten is het Hof van Justitie 3 advocaten rijker.